Tegen Fortuna Sittard maakte Vito van Crooy zijn rentree bij PEC Zwolle. De aanvaller lag er een tijd uit met een blessure, maar is nu weer volledig wedstrijdfit. Ja, ik ben weer helemaal wedstrijdfit vanmorgen, ja. Ja. Je kan nu ook gewoon de volle 90 minuten? Ja, dat zullen we zien, maar ja, ik denk al dat ik 90 minuten volle bak kan spelen. Waren het moeilijke weken voor jou, dus, dat je alles moest toezien vanaf de tribune, dat je niet kon spelen? Ja, ik ben sowieso een speler die, ik denk iedereen wel trouwens, die het echt heel moeilijk vindt om niet te spelen, vooral als je een blessure hebt. Dus dan doe ik er ook echt alles aan om zo snel mogelijk weer erbij te zijn. En vooral als je net goed bezig bent en dan onderbreekt dat toch wel een beetje in de flow die je zelf zet. Dus ja, dat is natuurlijk wel een klote situatie. Wat doet zo'n nederlaag tegen Fortuna met jullie deze week? Ja, een nederlaag is natuurlijk nooit fijn. Alleen, ja, je speelt tegen Fortuna, die stonden ongeveer gelijk met ons. En ja, dat was toch de wedstrijd waarvan we gehoopt hadden dat we de weg naar boven konden inzetten met de tegenstanders die we de aankomende wedstrijden krijgen. En ja, dat we dan zo'n teleurstellend resultaat leveren, dat is natuurlijk heel zuur voor onszelf ook. Maar die teleurstelling kan vrijdagavond weer omgezet worden als er een goed resultaat behaald wordt tegen Willem II. Morgen een hele belangrijke, hè, voor jullie? Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk slecht gespeeld tegen Fortuna, dus ja, in dat opzicht hebben we het recht zetten. Ik denk dat je morgen sowieso thuis tegen Willem II, tot je die wedstrijd moet gaan winnen. En vooral naar de ranglijst kijken, tot je dan weer een beetje omhoog kan gaan kijken. En niet omlaag, want dat willen we natuurlijk niet. Hoe groot schat je jullie kans in? Ja, hoe groot schat je de kans in? Dat moeten we morgen natuurlijk zien. Maar ik heb er volle vertrouwen in tot we die wedstrijd morgen gaan winnen. Als iedereen volle bak geeft en zijn ding doet, dan hebben we een hele grote kans. Als wij op de manier spelen waar eigenlijk hoe we tegen Excelsior thuis speelden, agressief naar voren en als team, ja, denk ik dat wij hier eigenlijk van vrijwel iedereen kunnen winnen. Dus ik denk dat vooral van onze eigen kwaliteit uit moeten gaan, dat opzicht. En als we dat weer op kunnen brengen, dan heb ik alle vertrouwen in.